Hallo, ik ben Petra van Precious Angel Solutions. Van harte welkom op mijn YouTube-kanaal. En voor degenen die mij al eventjes volgen, die weten dat ik in de maand februari beloofd heb om elke dag een orakelkaartenlegging te doen. Voor elke dag van februari. Dus ik werk met engelenantwoordenkaarten, opgestegen meesters liever. En engelen- en kristallenkaarten. En op het einde nog een bonuskaartje voor jullie van de set Geloof in jezelf. Nu, ja, vanaf vandaag trouwens vanop mijn bureau boven. Dan word ik iets minder gestoord en denk ik dat het hier iets rustiger is ook. Minder lawaai of distractions, hè, afleidingen. En ik heb er vandaag weer de mooie roze kwartsbol bijgenomen die verkrijgbaar is in onze webshop. Ik denk, ja, de prijs van zo'n mooie bol. Ik denk dat deze van 4 of 5 centimeter diameter is. €23. Die kan je vinden in onze webshop. Prachtige roze kwartsbol. En ik heb er ook even eens iets anders uit mijn assortiment bijgenomen, zoals jullie zullen kunnen zien, denk ik. Hè? Ja, een prachtig Boeddha-beeldje. Voor €14 is dat ook verkrijgbaar in onze webshop. Hè? Ik zal misschien even draaien, dan kan u het geheel zien. Hè? Mijn goudkleurige goud. Goudkleurig. Voilà, een mooie, prachtige Boeddha. Hè? En dan wilde ik ook graag even onze armbandjes eens tonen. Dus dit bijvoorbeeld is er eentje met roze kwarts, maar ook met granaat. En granaat is bijvoorbeeld perfect voor kracht en energie te geven. Doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen ook. Zelfvertrouwen, wilskracht en vitaliteit. Dus ja, mooi, prachtig armbandje. Ik zal het eens eventjes aandoen. Zou normaal voor iedereen mogen passen. Sorry als ik het te dichtbij hou bij de camera. Ja, prachtig armbandje. Hè? Ik zal dat even hier aanhangen. En dan de gewone roze kwarts ook. Armbandjes, hè? Enkel roze kwarts. Zoals gezegd, de steen van het hart en de liefde. En dan heb ik deze ook nog in de webshop verkrijgbaar. En dat is de bergkristal. Hè, die beschermt en reinigt ook andere steentjes, onder andere. Ja, dus die is ook verkrijgbaar in onze webshop. En allen aan €20 het stuk. Dus indien interesse, ik zal dan na het opnemen van deze video even de link erbij zetten, moest je geïnteresseerd zijn om deze aan te kopen. Maar dan nu naar de orakelkaartjes voor vandaag, 7 februari 2024. En dan begin ik met de engelenantwoorden. En wat hebben we daar getrokken vandaag? Het is aan jou. Het is aan jou. Mooi. Prachtige engel. Met mooie, mooie vleugels. Ja, het is aan jou. En dan het kaartje van de opgestegen meesters dat ik vandaag voor jou getrokken had. Is vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid. Mooi. Mooi, mooi. Ik ben curieus zelf ook naar de uitleg van dit kaartje. Hè? Want als je aan vruchtbaarheid denkt, dan denk je in eerste plaats aan ja, zwanger worden, zou ik zeggen. Maar ja, het kan misschien ook over andere dingen gaan. Hè? Vruchtbaar, hè? Een vruchtbaar leven. Vruchtbaar, ja.
Dat je mag zaaien wat je ook. Allee, nee, wat zeg ik nu? Andersom, hè? Dat je mag oogsten wat je gezaaid hebt. Hè? Maar we zullen het zien. Zo meteen in het boekje. En het derde kaartje dat ik getrokken heb is uit de Engelen en Kristallen kaartenset. En daar komt de rookkwarts uit. Rookkwarts. Wacht, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien zo. En daar staat bij, negativisme ophelderen. Bevrijd je van negatieve gevoelens van binnen en om je heen. Mooi. Van de rookkwarts heb ik trouwens ook armbandjes. En natuurlijk hangertjes ook, denk ik. En knuffelsteentjes. Ik zal de link ook telkens onder deze video plaatsen. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Het is aan jou, vruchtbaarheid en de rookkwarts negativisme ophelderen. Oké, dan gaan we dat meteen eens bekijken, hè? Kaartje per kaartje. In mijn engelenantwoordenboekje. Kijk even, het is aan jou zoeken. Ja, voilà. Ik zal het misschien eventjes nog eens laten zien. Dus, het eindresultaat van de situatie waar je een vraag over stelt, ligt helemaal in jouw handen. Je kunt de uitkomst, niet de inkomst, de uitkomst beïnvloeden door preventief te handelen om mogelijke uitdagingen op te lossen. Blijf in je eigen kracht en heb vertrouwen dat jij datgene in je hebt wat nodig is om te komen tot een happy end. Verwacht niet dat er ineens iemand komt die de leiding neemt. Deze situatie vraagt jouw unieke inzicht en ervaring om tot een succesvolle uitkomst te komen. Ja, dus de leiding nemen. Ligt helemaal in jouw handen. Jij kan de uitkomst beïnvloeden. Blijf in je kracht en heb vertrouwen. Mooi, heel mooi. Blijf in je kracht en heb vertrouwen. En dan heb ik meteen het boekje van de opgestegen meesters er ook even bijgenomen. En daar hadden we vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid. Ik ben benieuwd. Deze kaart vertelt je dat dit een hele vruchtbare tijd voor je is. Ah, voilà. Dit is een heel goed moment om zwanger te worden of een nieuw project op te starten. Op dit moment staan alle deuren voor je open. Je geest is zwanger van vele prachtige nieuwe ideeën en overvloed stroomt naar je toe. Omdat alles nog in de kinderschoenen staat, mag je echter wel geduld hebben met het groeiproces. Zorg gewoon goed voor jezelf en voor je projecten, dan blijf je sterk en vruchtbaar. En de verdere betekenissen van deze kaart... Je hebt de Midas touch en alles verandert nu in goud. Wauw. Er is goed nieuws betreffende zwangerschap of adoptie. Maak je geen zorgen, voel je niet schuldig en geniet. Nu is het een goed moment om nieuwe projecten op te starten. Mooi. Mooie boodschap. Dus zoals ik al dacht en zei in het begin... He, hoeft het niet per se om een letterlijke zwangerschap te gaan, maar kan het ook ja, iets anders zijn, he? Iets nieuw, iets dat mag groeien. He, dus dat kan op het gebied van je werk zijn of zo, een project of een idee dat je wil uitwerken, een wens, een droom. Of een echte zwangerschap natuurlijk. He? Ik zal nog even lezen wat die meneer vertegenwoordigt.
pan, hè? Pan. Pan. Pan is een oude Griekse god van de natuur, de vrolijkheid, van muziek en van vruchtbaarheid. Toen Pan de lieflijke bosnimf Syrinx ontmoette, was het liefde op het eerste gezicht. Maar Syrinx beantwoordde zijn liefde niet. Tussen haakjes, men zegt dat Pan zo onaantrekkelijk was dat zijn naam de wortel werd van het woord paniek, vanwege de reactie van kinderen als die hem zagen. Maar Pan liep Syrinx achterna naar de rivier. Syrinx riep de waternimfen om hulp en die veranderden Pan in wilgentenen. Toen Pan op zijn beurt om hulp riep, maakten de wilgentenen prachtige muziek. Later, toen Pan weer was veranderd in zijn oorspronkelijke gedaante, maakte hij een muziekinstrument liever van wilgentenen. Wij kennen dit als de panfluit. Doe een beroep op Pan voor hulp bij aangelegenheden, hè, van vruchtbaarheid of muziek, en om je te ontspannen en te kunnen genieten. Ja, ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is van dit kaartje, hè. Ontspannen en genieten tijdens dit proces, tijdens deze vruchtbare, ja, vruchtbaarheid, hè. Vruchtbaarheid in de vorm van letterlijk zwanger worden of zijn, of zwanger worden of zijn van een idee, een project dat tot uitvoering komt. Hè? Zoals gezegd, wat je zaait, zal je oogsten. Hè? En bij een zwangerschap duurt dat gemiddeld 9 maanden. En ja, dat stond er ook in, hè? Dus dat je geduld mag hebben bij deze groei, hè? Bij dit groeiproces. Hè? Het zal niet in één keer van vandaag op morgen er zijn, maar met geduld en liefde. Hè? Liefde, roze kwarts. Zal jij iets moois creëren, hè? Dus het is aan jou om iets moois te creëren, hè? Een heel mooi kindje. Of een heel mooi project. Ja. Mooi. Heel, heel mooi. En dan zal ik meteen de engelen en kristallen er even bij nemen. En daar hadden we rookkwarts getrokken. Ik ben echt curieus naar de rookkwarts ook. Waar staat die ergens? Rookkwarts. Nee, rozenkwarts. Nee, dat is het niet. Hè. Waar staat de rookkwarts? Die staat niet op alfabet, eigenaardigerwijze. Dat is eigenaardig. Hè. Ik moet even zoeken. Ah, hier is ze. Voilà, na de smaragd. Dus vreemd, maar de rookkwarts. Hè. Dus negativisme ophelderen. Je hebt deze kaart getrokken omdat je de behoefte hebt om negatieve energie van binnen en om je heen uit de weg te ruimen. Dan kan negativisme in je huidige leven zijn. Allee, ik bedoel, ja, dat is verkeerd gedrukt. Het zal moeten zijn. Dat kan negativisme liever in je huidige leven zijn of bepaalde grieven uit het verleden die je hebt gehouden en die je moeilijk kunt vergeven. Gelukkig hoef je niet precies te weten welke vorm van negativisme je uit de weg ruimt en je krijgt het advies het ook niet te analyseren. Wanneer je je focus op negatieve gedachten... Wanneer je je focust op negatieve gedachten, worden deze alleen maar sterker en krijgen ze meer macht. Je mag nu goed voor jezelf zorgen om je geest te verhelderen. Dit kan je doen door tot God, Jezus of aartsengel Michael of Michael liever te bidden, om wat je niet langer van pas komt uit de weg te ruimen.
Misschien wil je hierbij zelfs een religieus of spiritueel heler om hulp vragen. Wanneer je hooggevoelig bent, neem je vaak lagere energieën in je op. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn of je voor te schamen. Het is gewoon een zaak van zorg aan de situatie te besteden. Andere doeltreffende, verhelderende methodes zijn: slapen met een rookkwartskristal, salieolie verstuiven of salie in poedervorm gebruiken, of een staf of een toverstaf van salie maken. Ja, je hebt zo van die bestaande smudges, hè, van salie. Ik heb die niet beschikbaar in de webshop, maar ik heb wel, denk ik, de spray van salie. Ik zal het even nakijken en dan zal ik de link ook plaatsen onder deze video. Ja, ik heb ook wel gedroogde salie. Hè, die kan je even kort in brand, allee, een vuurtje eronder houden en dan terug uitblazen. En de rook van deze salie, ja, die zuivert alles, hè. Die kan je gebruiken om een ruimte te zuiveren van negatieve energieën en zo meer, hè. Nog een andere methode was een bad met zeezout nemen, de natuur ingaan en iets leuks doen. En dan nog even over de rookkwartssteen of kristal zelf. Dit kristal is meestal grijs, bruin of zwart en vaak doorschijnend. Rookkwarts beschermt je psyche, bevrijd je van negatieve gevoelens, heldert het verleden op en grondt je. Mooi, mooi. Mooi, mooi, mooi. Dus ja, moest je dus in verband met deze twee eerste boodschappen nog wat negatieve gevoelens hebben of negatief tegenover iets staan hè, waar jij mee... Een situatie, een probleem of zo waar jij mee kampt, dan is de rookkwarts de ideale steen voor jou. En ook dus de salie, hè? Salie die een ruimte of een kamer of jouw omgeving zuivert, hè? Van negatieve energieën. Hè? Mooi. Mooi, mooi, mooi. Ik heb daar trouwens nog niet veel over gezegd, denk ik. Maar in onze webshop heb ik een groot assortiment aan aura-sprays ook. Hè. Die kunnen ook altijd helpen. Hè. Zoals, ja, wij gebruiken persoonlijk heel vaak de Protection Aura-spray. Om onszelf te beschermen. En ja, ik ben zo een bangertje in de auto. Dus dan vraag ik om... bescherming, protection, hè, in de auto, door die aura spray een tweetal keer kort te verstuiven. Dat helpt dus echt om dat gevoel te krijgen van dat alles beschermd is, hè, onze auto, wij zelf als inzittenden, maar ook de omliggenden, hè, de mensen die wij passeren, de auto's, hè, die ons pad kruisen, dieren, want ja, wij wonen tegenwoordig in de Waalse Ardennen. En daar steken geregeld diertjes over de straat. Hè. En ik vraag dan ook altijd bescherming voor alles en iedereen die ons pad kruist. En ik ben ervan overtuigd dat dat helpt. Dat helpt om op voorhand de intentie te zetten van wij zijn veilig, wij zijn beschermd. Voor mensen die bang zijn bijvoorbeeld om een ongeluk, een accident te hebben, die dat misschien al eens meegemaakt hebben. Dus een hele fijne spray om te verstuiven in je auto en de intentie te zetten van dat je veilig bent en beschermd tegen ongeluk. Dat is één van de aura sprays die wij verkopen, maar zoals gezegd, ik heb er nog veel meer in het assortiment. Hè. Die kan je ook altijd bekijken als je wil in onze webshop. Hè. Ja, het is dus aan jou. Vruchtbaarheid. Hè. Vruchtbaarheid
in de vorm van een echte zwangerschap. Hè? En moesten daar nog wat negatieve emoties of zo rondhangen, of negatieve gedachten, ja, dan is de boodschap met de rookwaarts: bevrijd je van negatieve gevoelens van binnen en om je heen. Hè? Weet je, en die salie zo branden in huis. Oh, ja, mijn favoriet is eigenlijk niet de salie, maar de Palo Santo. Die vind ik persoonlijk nog beter. Allee, ik vind, ja, die ruikt gewoon nog veel lekkerder dan salie eigenlijk. En dat is ook zo'n energetische reiniger, hè. Ik heb dat echt in de vorm van houten stokjes. Die komen dus van Brazilië. Een speciaal soort hout. En als je die dus eventjes aansteekt met een aansteker, hè, even het vuur eronder houdt, ik zal zeggen een minuutje maximum, dan ga je, en daarna dat stokje terug uitblaast, hè, dat vuur, dan ga je een rook creëren. En die rook is enorm... Ja, die is gewoon... Ja, dat geurt zo lekker. En geregeld gebruiken wij die ook om onze ruimte waar wij wonen te reinigen. Hè. Dus dan ga ik echt rond in kamer per kamer eigenlijk. Met die rook van dat stokje. En dan zeker in de hoeken zo eens eventjes een rondje doen. En dan... ja, dat reinigt gewoon uw ruimte van negatieve energieën. En... ja, gewoon de geur is ook geweldig. En ik heb die trouwens ook in de vorm van aura-sprays. Moest je dat veiliger vinden. Dus ik heb Palo Santo in aura-spray-vorm. Dus die kan je ook in onze webshop vinden. Moest je dat helpen om dat negativisme wat op te helderen. Hè? Om die vruchtbaarheid te vergroten misschien. Hè? Misschien mensen met problemen met vruchtbaarheid. Hè? Het is aan jou. Hè? Neem het heft in handen. Hè? Wat stond er nu weer? Dat vond ik zo mooi geschreven. Blijf in je kracht en heb vertrouwen. Mooi. Blijf in je eigen kracht en heb vertrouwen dat jij datgene in je hebt wat nodig is om te komen tot een happy end. En verwacht niet van iemand anders dat ze de leiding nemen. Nee, deze situatie vraagt jouw unieke inzicht en ervaring om tot een succesvolle uitkomst te komen. Mooi. Mooie legging voor vandaag, vind ik persoonlijk. En als jij er iets aan gehad hebt, dan wil ik je graag vragen om deze video te liken alvast. En je eventueel te abonneren ook, moest je dat nog niet gedaan hebben. Dan krijg je een melding van elke nieuwe video die ik upload, plaats. En daar is er mij niets anders dan... Ah ja, nog even te zeggen misschien dat ik manifestatie- en motivatiecoach ben. Dus van harte welkom moest jij problemen hebben met een bepaalde situatie, een probleem. Ik kan je daarbij helpen. Onder de vorm van persoonlijke coaching. Ik doe dat meestal online. En mijn aanbod kan je ook terugvinden in de webshop. En dat begint met een coaching traject van 4 sessies van een uur. Of een traject van 8 sessies van 1 uur. Omdat ik ervan overtuigd ben dat je met 1 sessie... dus met 1 sessie alleen, dat dat niet genoeg is om nieuwe dingen, nieuwe kennis te integreren in jouw leven en het te gaan toepassen in jouw leven, zodat jij kan manifesteren, bewust manifesteren wat jij graag wil. Hè? Ik heb trouwens ook net een nieuwe workshop ontwikkeld en die gaat wel fysiek door, dus die is niet online, maar die gaat fysiek door te Antwerpen. Op maandag 8 april 2024 is de eerste. En dat is eigenlijk een luxe workshop. Ik zeg luxe omdat het gewoon een hele gezellige, cozy omgeving is. Rustig.
We gaan in kleine groepjes werken van maximum 8 personen, met mij inclusief, nummer 8 erbij. Hè. Dus maximum 7 personen kunnen er al aan deelnemen. En we gaan dan leren bewust manifesteren. Hè. De geheimen doorgronden van bewust manifesteren. En het is een workshop, dus we gaan een beetje werken ook, hè, met het activiteitenboek dat ik dan zal verstrekken. En ja, luxe ook, omdat er zijn voldoende koffie- en theepauzes inbegrepen met lekkere hapjes. En er zit een heerlijk lunchbuffet ook mee inbegrepen in de prijs. En deze prijs is voor deze dagworkshop te Antwerpen. Ah ja, ik heb nog niet gezegd waar. In het luxueuze, in het gezellige businesscenter van Van der Valk te Antwerpen, Borgerhout. Voor mensen die de Van der Valk hotelketens kennen, het businesscenter ligt daar vlak naast in Borgerhout. En voor mensen die misschien graag een weekje of weekendje Antwerpen daaraan willen vasthangen aan de workshop, is dat de ideale gelegenheid om dan ook nog een overnachting op eigen beweging eigenlijk, hè? Een overnachting of 2, 3, 4 toe te voegen aan deze workshop ervaring. En de bedoeling van de workshop is om samen te zitten, om te verbinden, om nieuwe mensen te leren kennen. Ja, terug samenkomen, hè. Dat hebben veel mensen toch wel, denk ik, gemist tijdens heel die coronaperiode. En ik vond het moment rijp, hè, de tijd gekomen om terug te verbinden, om bruggen te bouwen voor mensen, om kennis met elkaar te maken, om misschien nieuwe vrienden te maken. En gewoon om te leren bewust manifesteren. Hè? Een project of een work in progress. Hè? Ik wil zeggen, een werk dat nooit gedaan is. Hè? Want elke dag mag je creëren. Hè? Want jij bent de creator van jouw leven. Dat is misschien een doordenkertje voor sommige mensen, maar neem het mee en schrijf het eens op. Gebruik het als affirmatie. Ik ben de creator van mijn leven. En daarmee eindig ik voor vandaag. Een hele fijne dag nog en tot de volgende dag!